Hallo allemaal, Dieter hier, analist en belegger van onder meer het Crème la Crème rapport. Ik heb zo net gezien op het YouTube-kanaal dat we de 1000 abonnees weer overstegen zijn, vandaar deze update-video. In deze video ga ik dus met jullie kijken naar de gratis tips die wij tot nu toe gegeven hebben op het YouTube-kanaal. Dat zijn er ondertussen heel wat. Zo hebben wij enkele aandelen aangeraden te midden van de coronacrash als potentiële herstelkandidaten. En we hebben ook natuurlijk aandelen besproken die wij corona-proof vonden. Dat zijn dus de bedrijven die tegen een stootje kunnen en die volgens ons zeer goed konden presteren, ondanks corona. Dus laten we eens kijken wat dat een belegger zou opgeleverd hebben. We kunnen hier dus zien op in maart hebben wij 1, 2, 3, 4... gratis tips gegeven op ons YouTube-kanaal. Vloeghaven Zurich hadden we aangeraden. De luchthaven van Zwitserland. Dufry hadden we aangeraden. Dat is een Zwitsers bedrijf dat de duty-free shops in luchthavens beheert. Capri Holdings, een fashion retailer met Michael Kors, Versace en Jimmy Choo onder zijn beheer. En natuurlijk ook AB InBev, de Belgische biergigant die iedereen ondertussen kent. En dan in maart hebben we ook nog de drie corona-proof aandelen meegegeven. Dat was dus Facebook, de social media gigant, Electronic Arts, de gaming gigant en Alphabet. Alle drie de bedrijven kunnen profiteren van de digitalisatie en het feit dat iedereen meer thuis zit. En dan hebben we in mei ook nog CCEP aangeraden. CCEP is Coca-Cola European Partners. Dit is eigenlijk de grootste onafhankelijke bottelaar binnen Europa. En wat doen zij? Wel, zij verpakken eigenlijk de frisdranken. En door de COVID is deze prijs van dit aandeel gedaald van rond de 50 naar rond de 30. En we beschouwen dit als een kansrijke turnaround-kandidaat voor wanneer mensen terug meer buiten komen. Want ongeveer 50% van de omzet komt van het out-of-home-segment. Dat is eigenlijk het enige aandeel dat momenteel op een mini-verlies staat. Dat komt natuurlijk doordat er eigenlijk weinig veranderd is omtrent de coronasituatie. En het is eigenlijk gewoon nog afwachten op beterschap daaromtrent. Dus, wat hebben onze tips over het algemeen opgeleverd voor een belegger die deze tips gevolgd zou hebben? Als u evenveel geld gestoken had in deze 8 tips, dan had u ongeveer een rendement van 36%. Dat is natuurlijk niet te versmaden als je weet dat je op een spaarboekje rond de 0% krijgt. Onze best presterende pick was natuurlijk Capri Holdings. Aan $9 was het eigenlijk een beetje een no-brainer. Het aandeel is al flink hersteld met 87%. En op een bepaald moment stond het zelfs rond $21. Dus daar kon je echt makkelijk je geld verdubbeld hebben. Wat zijn onze nieuwe adviezen omtrent deze aandelen? Wel, CCEP mag nog steeds gekocht worden met oog op een herstel. Voor een verder herstel van het out-of-home segment. Risicorating B, dat is gemiddeld. Dat is zeker niet te hoog. Facebook geeft een lage risicorating door de sterke cashpositie en de sterke monopoliepositie die het bedrijf heeft binnen zijn sector. En we blijven met een kopen advies en ons koersdoel trekken we op zelfs tot $300. Bij Electronic Arts heeft het aandeel eigenlijk beter gepresteerd dan wij verwacht hadden. We hadden gemikt op een koers van $130 ongeveer. Het aandeel is daarboven gestegen en we hebben nu dus een rendement van bijna 50%. Dus we verlagen ons advies van buy naar hold. Het blijft een klassebedrijf met nog steeds goede seculiere rugwinden, maar we denken wel dat het aandeel stilletjes aan fair gewaardeerd wordt. Dus beleggers mogen winst nemen, maar u mag ook gewoon bijhouden voor de lange termijn. We geven het bedrijf ook de laagste risicorating omwille van de stevige cashpositie van meer dan $5 miljard. Bij Alphabet zijn we ingestapt aan 1100, staan nu 1500. Een mooi rendement van 34% met een toch wel een veilige large cap. Het advies blijft kopen, maar het aandeel staat ook momenteel redelijk ver gewaardeerd, vinden wij. Maar omwille dat Alphabet zo'n klassebak is, met nog steeds seculiere positieve trends, blijven bij ons kopen advies. Her een risk rating A. Bij AB InBev hebben we een mooi rendement van 30%, terwijl er eigenlijk toch nog veel moet gebeuren bij het bedrijf. De schuldafbouw moet op gang komen, er moet een herstel zijn in de cijfers. COVID moet eigenlijk verdwijnen voor horeca pas echt terug goed zal presteren. Maar we denken wel dat AB InBev marktaandeel kan winnen in deze slechte tijden. Dus het aandeel heeft nog een weg af te leggen voor het komt aan ons koersdoel van €65. Daarom blijven we bij een modest buy-advies. Dat wil zeggen,
Wie nu instapt, koopt best een klein stukje en probeert zijn positie op te bouwen op koerszwakte. Risicorering C omwille van de hogere schulden. Bij Capri Holdings hebben we een mooie winst, 87%. En we blijven ook bij ons modest buy advies. Waarom? Omdat we denken dat Capri Holdings nog steeds een van de meest onderontwikkelde luxe huizen in de wereld is. Met name vooral Versace, Jimmy Choo en zelfs Michael Kors. En van wat we horen in de conference call met de CEO onder meer, gaat Capri Holdings zich echt gaan positioneren in dat upper luxe segment. En men gaat stoppen met de underdog te spelen. En ik denk ook nog steeds dat de komende jaren er een flinke groei kan zijn in de winstcijfers bij Capri. Maar uiteraard, veel hangt af van COVID. En Q4, dat wordt natuurlijk een belangrijk jaar. Een belangrijk kwartaal dit jaar. Hoe gaat de verkoop zijn tijdens de feestdagen? Maar het aandeel blijft goedkoop. Wie durft kijken naar de lange termijn? Dus daarom een modest buy-advies. U mag nog steeds accumuleren. Risicorating D. Daarmee willen we erop wijzen dat Capri natuurlijk in een cyclische sector verkeert en dat er veel afhangt van COVID-19 dit boekjaar. Dus een verhoogd risico Dufry. We staan nog steeds zeer positief tegenover Dufry, maar het is natuurlijk wel zo dat Dufry cash verbrandt zolang dat mensen weinig reizen boeken. Maar we zien ook wel dat Dufry stevige inspanningen doet om die cash burn te verminderen. Dus volgens ons gaat het bedrijf deze crisis overleven en denken we dat de komende jaren natuurlijk prima jaren gaan zijn in termen van groei. Want slechter dan dit jaar zal het zeker niet worden. Daarom blijven we bij ons modest buy advies, maar is er natuurlijk ook al een verhoogde risicorating. Het koersdoel ligt sowieso boven 50 Zwitserse frank momenteel. Dus hier kan zeker nog een verdubbeling plaatsvinden. Voor Flughaven Zurich, dat is natuurlijk een stabiele vastgoedplay bijna, blijven bij ons modest buy advies, risicorating gemiddeld, heeft een stevige cashpositie, goede balans en natuurlijk zal er pas beterschap zijn als er terug veel activiteit is in de luchthavens, maar het aandeel staat momenteel zeker nog niet duur en in goede jaren kan het koersdoel van 180 Zwitserse frank zeker bereikt worden. Dus dit was de update van onze gratis aandelentips. Dan is er natuurlijk ook nog onze gouden tip geweest. We hadden natuurlijk een video gemaakt omtrent goud. Daarin riepen wij op om zeker 5% van je totaalvermogen in goud te beleggen. Die video werd gemaakt toen goud stond aan de $1700 per ounce. Nu is dat $2003 per ounce. Dus goed voor een winstje van 18%. En ons advies omtrent goud blijft nog steeds. Beleg steeds 5% van je vermogen in goud als verzekering voor slechte tijden. Ziezo, dit was de video. Heeft u genoten van deze video, geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer tot het kanaal. Hoe meer abonnees wij accumuleren op ons kanaal, hoe meer video's wij maken. Dus ik zou dat zeker doen, want alle informatie die wij produceren is volgens ons zeer waardevol voor beleggers. Kijk zeker ook eens in de descriptie, mocht u geïnteresseerd zijn in het Crème de la Crème rapport. De gratis tips die hierboven gegeven werden, komen namelijk allemaal uit Crème de la Crème. En dus de rendementen die u hier ziet, zijn dus rendementen die onze abonnees scoren. Als abonnee bij Crème de la Crème krijgt u van ons steeds updates omtrent de kwartaalresultaten van alle aandelen die wij volgen. Bovendien krijgt u iedere maand 4 gedetailleerde maandrapporten. Dat is dus een maandrapport van turnarounds, een maandrapport van duurzame groeiers, een maandrapport van veilige havens en een maandrapport van opkomend talent. Het zijn dus 4 zeer interessante categorieën, met iedere maand een maandrapport. En ondertussen krijgt u natuurlijk veel updates en extra informatie van ons. Bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer.